Dankjewel voor de introductie, Gera. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik vind het erg leuk om wat te mogen vertellen over mijn passie. We slapen allemaal. Dat betekent ook dat we er allemaal een mening over hebben. En ik ga jullie meenemen door een aantal slaapstoornissen en wat je er volgens de richtlijnen aan kan doen. Ik ben GGZ-psycholoog en somnoloog. En dat betekent slaapdeskundige. En mijn dagelijkse werk bestaat uit behandeling van alleen maar patiënten met slaapproblemen. We zien bij ons in Sein, staat er ook mooi op, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, patiënten van 0 tot 80 zo'n beetje. Dus eigenlijk zien we de hele levensloop voorbij komen. En vanavond probeer ik met name voor jullie de pubers in beeld te brengen. Behandeling voor insomnie en circadiane ritmiekstoornissen wordt zometeen uitgelegd waar het precies over gaat. De lagen en liggen nog waarschijnlijk een aantal flyers in de foyer. Met allemaal met 5 slaaptips. Met een aantal omschrijvingen van slaapstoornissen. Ik zou zeggen, neem ze mee, want daar staan ook onze contactgegevens op. We zijn een tertiair slaapcentrum. Dat betekent derde lijn centrum. En we kunnen verwezen worden door zowel huisartsen, waar de voorkeur is vanuit specialisten. Dus lopen jullie in de dagelijkse praktijk tegen slaapstoornissen aan? Hebben jullie in ieder geval de contactgegevens van het slaapcentrum bij jullie in de buurt? Nou, disclosure, die hoort er ook bij praatjes. We krijgen een vergoeding voor deze presentatie. Nou, ik gaf net al aan, ik ben een psycholoog. Wat doen wij in een slaapcentrum? Een slaapcentrum is toch ook redelijk medisch georiënteerd. We zijn onderdeel van een multidisciplinair team. Bij ons in het slaapcentrum werkt de neuroloog samen met de longarts. Er zijn heel veel slaapcentra. Jullie hebben afgelopen maand ongetwijfeld heel veel dingen gelezen over slaap. Als je op slaapcentrum zoekt, elk zichzelf respecterend ziekenhuis heeft tegenwoordig een slaapcentrum. Maar er zijn toch binnen de slaapcentra ook nog verschillen. Er zijn slaapcentra die zijn georiënteerd rond de KNO-arts. Dus de keel, neus en oorarts die kijken dan met name of iemand slaapapneu heeft. Er zijn dezelfde slaapcentra die richten zich wat meer ook op slaapapneu. Maar dan is het niet de KNO-arts, maar de longarts die ze daarmee bezighoudt. Dus ook met name dan de tertiaire slaapcentra, de wat meer gespecialiseerde slaapcentra, waar de neuroloog erbij betrokken is. En in ons slaapcentrum is het de neuroloog, de longarts en de psycholoog. En als psycholoog zijn we onderdeel van een multidisciplinair team. De arts die kijkt, is er wat lichamelijks aan de hand? Dat is vrijwel nooit het geval. En zeker bij kinderen is dat meestal niet het geval. Er is natuurlijk een grote groep volwassenen die met name slaapapneu heeft. Een van de grootste risicofactoren voor slaapapneu is man zijn, boven de 45 en overgewicht hebben. Nou, dat is niet de populatie waar jullie in het algemeen mee werken. En toch zijn er ook kinderen waar ook al deze slaaponderzoeken gedaan worden. En dan is met name de risicofactor syndroom van Down of ernstig overgewicht. Nou, ik gaf net al aan bij volwassenen dat voornamelijk de mannen zijn die slaapapneu zijn. Helaas is voor vrouwen na de overgang beschermende werking van de hormonen valt weg. Dus mocht je ooit met volwassenen werken, hou daar ook rekening mee. Slaapapneu is de meest bekende, ademstops van in de slaap. Ik denk dat iedereen dat wel eens een keer gehoord heeft, gelezen heeft. Ja, ik zie mensen knikken. Slecht voor je gezondheid, dus altijd goed om daar wat aan te laten doen. Mocht jij van ouders horen dat een kind snurkt, dan is dat een signaal om daarvoor naar een arts te laten gaan. De andere slaapstoornis waar de arts naar kijkt, is slaapgerelateerde bewegingsstoornissen. Rusteloze benen of trekkingen aan de benen en armen. Nou, bij kinderen komt dat vrijwel nooit voor. Heel af en toe kan dat voorkomen. Dan is het meestal de reden dat er een ijzertekort is. Maar eigenlijk spelen bij kinderen, heb je niet iemand met syndroom van Down, heb je niet een kind met andere neurologische aandoeningen, zal dat in het algemeen geen rol spelen. Toch, ondanks dat we denken van dat komt bij kinderen niet voor, wordt altijd alles uit de kast gekomen, want we willen het gewoon zeker weten. Wat we doen is een onderzoek met allerlei plakkers op het hoofd. Je ziet hier een man met banden om de borst, plakkers op het hoofd, slangetje in de neus, ook plakkers op de benen. Wat er wordt gekeken is, hoe is de slaap? Er wordt geregistreerd in de hersenen, vandaar ook de epilepsie en de slaappoot. Alle twee wordt in de hersenen gemaakt, zowel slaap als epilepsie. Dus dat is ook weer de verbinding tussen beide poten. En er wordt altijd een bewegingsmeter meegenomen, een ActiWatch. Waarschijnlijk zullen jullie allemaal wel eens patiënten hebben gezien met een Fitbit of een ander wearable iets wat slaap geacht wordt te meten. Nou, het enige wat echt slaap kan meten zijn de ActiWatches of de Actimeters zoals we ze in het slaapcentrum gebruiken. En die meten beweging. Er wordt een computerprogramma op losgelaten. Ik heb straks nog een paar plaatjes om jullie te laten zien hoe zo'n onderzoek eruit ziet.
Dus dat zijn de medische onderzoeken die we doen. En daarmee wordt slaapapneu of RLS uitgesloten. Wanneer komen wij nou in beeld als psycholoog? Er is een slaapklacht of er is een behandelde medische aandoening, maar de slaapklacht blijft. De grootste groep slaapklachten die wij zien... Oh, was iets te snel. Ik word bijna altijd om 7 uur wakker. Het maakt niet uit of ik vroeger of later naar bed ga. Hoe komt dat? Hier in het slaapcentrum van het Medisch Centrum Haaglanden weten ze alles over slaap. En Gerard Kerkhoff doet er al heel lang onderzoek naar. Gerard, waarom slapen we eigenlijk? We weten dat slaap goed is voor je hele lichaam. Voor de gezondheid van al je organen, maar vooral je brein. Want je brein is overdag ontzettend actief. Onder andere omdat het heel veel leert. Niet alleen op school, maar ook tijdens het sporten. En je brein heeft een rustig moment nodig om al die informatie, al die indrukken op te slaan. En dat doet het tijdens de slaap. Eigenlijk is het zo dat je brein daar moe van wordt. En dat het de slaap ook nodig heeft om die moeheid weg te spoelen uit het brein, je brein schoon te maken. Maar wat bedoel je precies met het schoonspoelen van vermoeidheid? Ik zal het je laten zien. Als je brein overdag bezig is met van alles en nog wat, dan vormen zich afvalstoffen. En die afvalstoffen die worden bij voorkeur tijdens de slaap worden die gereinigd, worden die schoongespoeld uit het brein, zodat het niet verstopt raakt. Dus je hersenen worden eigenlijk schoongemaakt tijdens je slaap? Ja, ja. Dus als je niet goed slaapt, zou je kunnen zeggen dat je hoofd gewoon nog vol zit met afvalstoffen? Klopt. En dan sta je dus moe op. Slaap is dus heel erg belangrijk. Maar hoeveel slaap mensen nodig hebben, schijnt wel heel erg te verschillen. Sommige mensen die hebben genoeg aan 6 uur om helemaal te herstellen. Nou, je ziet het. Hier worden de vanillevla wordt uit de hersenen gespoeld, op kinderniveau uitgelegd. Ligt iets ingewikkelder. Maar belangrijk is eigenlijk dat we door de dingen doen die we door onze activiteiten overdag, door wakker te zijn overdag, door lichamelijk actief te zijn, bouwen we slaapdruk op. En die slaapdruk, dat is letterlijk een stofje wat in ons lichaam aanwezig zit. En dat noemen we adenosine. Je bouwt meer adenosine op door als je een marathon loopt, als dat je bijvoorbeeld alleen maar een kantoorbaan hebt. Je bouwt ook meer slaapdruk op door de hele dag buiten te zijn versus de hele dag binnen zijn. Die adenosine wordt tijdens de nacht afgebroken. En als je een beetje kijkt naar volwassenen, moet je ervan uitgaan, zoals wij hier zitten, willen wij een goede nacht slaap kunnen maken, willen we lang genoeg lichamelijk actief kunnen zijn, betekent het dat je ongeveer 17 uur wakker moet zijn om een nacht van ongeveer 7 uur slaap te kunnen maken. En slaap wordt in de hersenen gemaakt, zoals ik net al aangaf. Wat is nou het belang van slaap? Met name lichamelijk herstel voor kinderen, ontwikkeling en groei. Als je naar baby's kijkt, de eerste maanden, slapen en groeien ze alleen maar. Als kinderen ziek zijn, hoge koorts hebben, veel geslapen hebben, zie je bijna altijd een groeispurt komen. Slaap is dus belangrijk voor de ontwikkeling en de groei, de lichamelijke ontwikkeling, de geestelijke ontwikkeling, ook onze energiehuishouding, maar ook voor informatieverwerking en geheugen. De uitdrukking, slaap er maar eens een nachtje over, die is niet voor niks ontstaan. Als je dingen hebt geleerd en je hebt geslapen, kun je ze de volgende dag ook veel beter reproduceren. Slaap helpt dus echt om de stof op te slaan in het lange termijn geheugen. En wat ook heel belangrijk is, is als we goed slapen, zijn we ook beter in balans. Het gaat niet alleen om het lichamelijke herstel, maar ook om het geestelijke herstel. In onze hersenen hebben we slaap-waaksystemen. Dus voor onze hersenen is het heel simpel. Je bent of wakker of je slaapt. Er is geen tussenweg. En dat betekent ook dat we gebieden en hormonen hebben in ons brein die met slaap zich bezighouden. En dat er gebieden en hormonen zijn die zich bezighouden met wakker. Daar moeten we onze hersenen wel een klein beetje bij helpen. Want er wordt heel veel van ons hoofd gevraagd. Bepaalde dingen moeten op het juiste moment aangaan. Andere dingen moeten uitgaan. Dus het is heel belangrijk dat je ook je dag afbouwt. Zoals wij hier nu vanavond zitten, is de kans heel groot dat op het moment dat jij vanavond thuis bent en misschien op je gebruikelijke tijd naar bed gaat, dat je 1,5 uur wakker ligt in bed. Ons brein moet tot rust komen. Degenen die heel druk zijn geweest met het slaan van de ballonnen, hebben misschien nog 1,5 uurtje langer nodig. We gaan er maar gewoon vanuit dat je 1 tot 1,5 uur vanavond nodig hebt voordat je naar bed kan gaan en in slaap kan vallen om onze hersenen te helpen om tot rust te komen en die slaap te kunnen maken. Nou, ga ik nu even naar een heel klein technisch stukje.
Er zijn ontzettend veel hersengebieden betrokken bij het maken van slaap. Het is niet alleen maar het slaaphormoon dat zijn werk doet, wat we allemaal misschien wel denken. Maar eigenlijk zijn alle gebieden van ons brein zijn erbij betrokken. We hebben het over de hypothalamus, de voorhersenen. Er worden ook allerlei hormonen gemaakt, orexine. Er worden allerlei neurotransmitterstofjes gemaakt. Dat ga ik jullie niet vragen om te reproduceren, maar meer even om een klein beeld te schetsen hoe moeilijk het eigenlijk is voor onze hersenen om dat allemaal goed te doen. Er werd net al genoemd in de darmen, wordt er ook gereageerd op GABA. Dat is gamma-aminobotensuur, dat is een hormoon of een neurotransmitter wat een rol speelt bij de slaap. Acetylcholine, serotonine, vast wel is de term gehoord, serotonine heropnameremmers, als we het hebben over antidepressiva. Dus als mensen antidepressiva krijgen, is het niet zo raar dat dat wat doet met de slaap. Histamine, dat is iets wat vaak voorgeschreven wordt, een antihistamine als mensen overgevoeligheidsreacties hebben. Dus er zijn heel veel dingen die in ons hoofd en ons brein een rol spelen bij de slaap. En het belangrijkste voor ons om te weten is dat je eigenlijk een soort flip-flop systeem hebt. Het is wekken, het is een soort wip. Het is of wakker of slapen. En wat ook een rol speelt, door al die processen wordt ons slaaphormoon melatonine aangestuurd. Nou, wat ik net al aangaf is, we moeten voordat we kunnen slapen voldoende slaapdruk opbouwen, dus die adenosine. En wat die adenosine doet, dat stuurt al die slaaphormonen aan. De melatonine, tijdens de slaap wordt adenosine afgebroken. Kinderen die groeien in de slaap. Het is ook heel belangrijk voor kinderen dat ze voldoende slapen, want het groeihormoon wordt aangemaakt. En het groeihormoon dat doet ongeveer zijn werk tot je 25ste. Na ons 25ste zijn onze hersenen klaar. En dan merk je ook dat de slaap wel met 1 tot 2 uur korter kan worden. Dat is ook een van de redenen van de alcoholcampagnes voor 18 niks. Juist omdat het brein nog zo in ontwikkeling is. Nou, geslachtshormonen spelen ook een rol. Dus dat ga je ook vaak zien door meisjes dat ze in de puberteit komen. Dat dat wat effect op de slaap kan hebben. Sommige mensen zijn gevoelig voor wisselingen in de cycli. Progesteron, nou ja, denk maar aan de puberteit, de zwangerschap, overgang. Zal bij jullie doelgroep wat minder een rol spelen. Nou, wat een aantal collega's van mij wel eens zeggen. Als je slecht slaapt, word je dik en dom. En dat heeft ermee te maken, hebben we ook allemaal wel eens gelezen. Op een gegeven moment kun je heel slecht slaap hebben. En dan heb je ook overdag slaap. En dan gaat het gevoel van slaap gaat verwisseld worden met het gevoel van honger hebben. Leptine, dat is een hormoon wat ons eetlust remt. In de nacht daalt het ook. Normaal gesproken hebben we in de nacht geen honger, begint het pas weer overdag. Dat remt de eetlust. En ghreline, die balans, ook zo'n wip-wap systeem. Dat hoort met elkaar in balans te zijn. Je hoort honger te krijgen op bepaalde tijden. Het hoort op bepaalde tijden de eetlust te remmen. Maar dat gevoel kan verstoord raken doordat je slecht slaapt. Je kunt een wat verstoord gevoel krijgen van je eetlust. En wat ook heel belangrijk is, heb je een slaapklacht? Heb je slaap of ben je moe? Want je kunt namelijk alleen maar slapen als je genoeg slaapdruk hebt opgebouwd. Dus voldoende gedaan hebt. Heb je slecht geslapen, ben je wel moe? Dat betekent helaas niet dat als je moe bent, dat je ook automatisch kan slapen. Dus ik hoop dat dat verschil tussen slaap en vermoeidheid, er is een relatie, maar het zijn twee verschillende dingen. En hier nog even een plaatje van het slaapwaaksysteem. Je ziet de hersenen, al die stippeltjes in de hersenen zijn alle gebieden in ons brein die erbij betrokken zijn. Het is een prachtig filmpje als je eens wat meer wil weten hoe dat er allemaal aangestuurd wordt. Maar het belangrijkste is of het wakker of het slapen. Nou, er is één slaapstoornis, narcolepsie, waarbij dat wel eens verstoord is. Maar dat is zo herkenbaar, ik kan me niet voorstellen dat dat iets is wat jullie in de dagelijkse praktijk vaak tegen zullen komen. Nou, ik ben benieuwd naar jullie eigen ideeën over slaap. Omdat ik jullie wakker wilde houden, heb ik geen Kahoot gedaan, maar ga ik jullie gewoon vragen om de hand op te steken. Dus ik ben heel benieuwd. Wat vinden jullie acceptabel voor een goede slaper? Hoeveel minuten mag het duren voordat iemand in slaap valt? Wie vindt het acceptabel dat het tot 10 minuten duurt voor het in slaap vallen? Nou, ik zie ongeveer een kwart van de zaal. Een kwartier. Er wordt al wat meer. 20 minuten. Vinden we ook allemaal nog redelijk acceptabel. Ik ga nu een iets grotere stap maken. 30 minuten. Nou, is ook nog een redelijke groep die dat acceptabel vindt. En zijn er ook nog mensen die tot een uur, tussen 30 minuten en een uur acceptabel vinden? Zijn er een paar? Dan hebben we nog een heel klein aantal mensen. Ik zal jullie meteen het antwoord geven. Wij zeggen eigenlijk, tot 20 minuten in slaap vallen is geen probleem. Dat is normaal. Dat is gewoon normale variatie. Zo lang
hebben onze hersenen nodig om tot rust te komen, om die slaap te kunnen maken. En vanaf 30 minuten duren voor het in slaap valt, dan beginnen we het een inslaapprobleem te noemen. Belangrijk daarbij is ook dat iemand niet gaat roken vlak voor bedtijd, want dan activeer je je brein juist om wakker te blijven. Koffie, hetzelfde idee. En hoe vaak mag je als goede slaper per nacht wakker worden? Wie vindt dat je nooit wakker mag worden 's nachts? Ik zie een paar vingers. Oh, het wordt er meer langzaam. Een goede slaper mag niet wakker worden. Oké. Okay. Maar wie vindt 1 tot 2 keer per nacht acceptabel? Oh, dat is een hele grote groep. En wie vindt meer dan 3 keer of meer acceptabel? Dat is een heel klein groepje. Nou, dan heb ik heel slecht nieuws voor jullie. Voor de groep zoals we hier zitten in deze leeftijd is het normaal om tussen de 3 tot 5 keer per nacht wakker te worden. Dat heet gezonde slaap. We horen nu een hele hoop geroezemoes voor degenen die meeluisteren. Ik zal het uitleggen. We slapen namelijk in cycli. En elke slaapcyclus duurt 1,5 uur. En elke slaapcyclus van 1,5 uur die eindigt met de droomslaap. Nou, voor degenen die baby's wel hebben zien slapen, weten dat baby's slap worden. Je ziet dan de ogen dichtgaan, de ogen bewegen, de remslaap. In onze remslaap of de droomslaap ontspant ons lichaam. Die spierspanning komt weer terug. En ons lichaam wil dan weer eventjes een lekkere slaaphouding zoeken. Daarvoor moeten onze hersenen bewust wakker worden om weer, al is het maar onze pink aan te sturen. Het kan wel zijn dat je het niet herinnert om wakker te worden. Maar wat je meestal ziet als we kijken naar die 1,5 uur cycli, de meeste mensen zullen wel merken dat ze na 3 uur, nadat ze ongeveer in slaap gevallen zijn, wakker geworden zijn, gaan ze een keertje naar het toilet of na 4,5 uur. En we zullen allemaal wel merken dat we tegen de ochtend wat meer gaan horen. We gaan de brommer horen van de krantenbezorger. We horen de vrachtwagens door de straat, de buren die vroeger dan jij naar het werk gaat. Maar de meeste mensen onthouden het niet. Maar als we bij iedereen zouden registreren, ook bij kinderen, zie je dat kinderen tussen de 2 en de 3 keer per nacht wakker worden. En zoals wij hier zitten is 4 tot 5 keer wakker worden normaal. Maar de meeste mensen zullen maar 1 à 2 keer merken. Nou, dus 2 tot 3 keer per nacht wakker worden is normaal. Nou, dan gaan we nu naar, ja, ook wel een leuke vraag. Hoeveel uur slaap heeft een goede slaper nodig? Nou, ik doe maar vast het voorstel. Wie vindt dat het minder dan 8 uur mag zijn? Nou, best een aardige groep. Nou, 8 uur is natuurlijk in onze spreektaal de heilige graal. Wie denkt dat we minstens dat we die 8 uur echt nodig hebben? Dus is wat minder. En wie denkt dat we meer dan 8 uur nodig hebben? Nou, dat is een heel klein groepje. Ja, dankjewel. Als we kijken naar, ik had het net al gezegd, als volwassenen, de gemiddelde slaapduur van de volwassenen in Nederland is 17 uur wakker zijn om 7 uur slaap te kunnen maken. De gemiddelde volwassene die kan 7 en 7,5 uur slapen. Eigenlijk is er geen getal voor. Het gaat erom dat je je fit en uitgerust voelt overdag. En dat varieert tussen de 4 en de 10 uur voor volwassenen. En wat we eigenlijk zien bij pubers is dat die niet korter dan 8 uur op bed moeten liggen. Dat die toch echt wel die 8 uur slaap nodig hebben in het algemeen vanuit dat stukje groei. Ik zie hier een heel mooi plaatje van de Amerikaanse slaapvereniging. Dan zie je per levensfase kun je zien wat de gemiddelde slaapduur is. Het begint helemaal links met de baby's. Baby's slapen tussen de 14 en 17 uur. Je ziet er is een behoorlijke variatie in wat normaal is. Dan heb je ook weer de langslapers bij de baby's. Die slapen tussen de 18 en de 19 uur. En ook daar geldt al, je hebt kortslapers. Er zijn ook baby's die helemaal geen middagdutje nodig hebben. Die slapen maar tussen de 11 en de 18 uur. Ga je kijken bij de kleuter zo tussen 3-5 jaar, zie je dat gemiddeld tussen de 10 en de 13 uur nodig is. De langslapers in die groep, die gaan richting de 14 uur. De kortslapers in die groep tussen de 8 en de 9 uur. En kijk je bij de groep van 14 tot 17, heeft het merendeel toch wel zo tussen de 8 en de 10 uur nodig. Dus die ondergrens van 8 uur kom je daar weer tegen. Maar ook daar zul je zien dat een groep het goed doet op 7 uur. En dat er een groep is die toch wel die 11 uur nodig heeft. Hiervoor heb ik in Den Haag gewerkt, in een groot slaapcentrum in de stad. En wat me opviel was, jullie hebben allemaal wel eens de discussies gelezen over de tijden waarop de school beginnen.
Van moeten die pubers niet veel te vroeg uit bed? Is iets wat ieder jaar weer terugkomt. Want we weten, we hebben waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord, kom er zo nog even op terug, dat naarmate pubers wat ouder worden, dat allemaal wat meer avondmensen worden. In Den Haag, merendeel woonde in de stad, ging in de stad naar school, dus kon om 7:15 uit bed vallen, op de tram stappen en nog op tijd op school zijn. En wat ik hier in Zwolle hoor, is dat er heel veel pubers 's morgens om 5:00 uit bed moeten uit de buitengebieden, op de fiets naar het busstation of treinstation moeten om om 8:00 op school te zijn. Nou, dat is, als je dan kijkt naar die slaapduur, al is het maar 8:00, dat betekent dat een puber al om 9:00 naar bed moet. Vaak zijn ze nog niet eens thuis, of ze moeten nog huiswerk doen. Dus je ziet dat daar al een behoorlijke mismatch kan ontstaan en dat kan behoorlijk wat slaapproblemen tot gevolg hebben. Dus hou het in de gaten, wees er alert op, slaap is nodig. Wat heel belangrijk is en wat we wel eens vergeten, is dat ons slaap-waakritme wordt gereguleerd door licht. Wij als mensen zijn zoogdieren. We hadden het er net al even over van bij het begin, hoeveel licht moet je hebben? Ik zei, nou, het mag wel wat wit licht zijn, want ik wil dat ze wakker blijven. Licht houdt ons wakker. En we hebben licht ook nodig om onze biologische klok aan te sturen wanneer we weten dat we wakker zijn of dat we slapen. Licht komt binnen via de ogen, komt binnen via het hoornvlies, wordt door allerlei systemen uiteindelijk naar de hersenen gestuurd. En er is één klein plekje in de hersenen, ongeveer de grootte van een ert. Daar zit onze biologische klok, een klompje cellen. En die cellen reageren direct op licht en met name licht van het blauwe spectrum. En al het wit licht, zoals we het hier zien, zit blauw. Dat kun je je ook wel voorstellen, als de zon schijnt en er is een regenboog, zie je keurig al die kleuren van het lichtspectrum. Daar zit ook een stukje blauw in. En dat blauwe licht is zo belangrijk voor onze biologische klok. Die houdt ons alert en wakker. En, er is ook één specifiek cel in onze ogen. Degenen die biologie hebben gehad, ze kennen vast nog wel de staafjes en de kegeltjes die we hebben. De staafjes voor het zwart-wit zien, de kegeltjes voor het kleuren zien. En sinds 2002 weten we dat er ook nog een ander celletje in het oog zit. Dus ook bij mensen die blind of slechtziend zijn, is die cel nog in het netvlies aanwezig. Dat is dus een celletje wat rechtstreeks communiceert naar onze biologische klok. En die cel is ook nog specifiek gevoelig voor het licht van het blauwe spectrum. Het is heel belangrijk voor ons slaap-waakritme. Als we gesynchroniseerd zijn, want zo noemen we dat, hè, als ons lichaam gewoon keurig in de pas loopt met onze 24-uursmaatschappij, waar we volgend weekend allemaal weer even 2-3 weken moeite mee gaan hebben door de overgang naar de zomertijd, moeten we opeens een uurtje doorgeschoven worden. De ochtendmensen onder ons vinden dat fijn. De avondmensen, dus de pubers onder ons, die hebben daar een groot probleem mee. Als we gesynchroniseerd zijn, dan slapen we in de nacht. Dan zal de gemiddelde Nederlander ergens tussen 11 en 6 of tussen 12 en 7 slapen. Word je niet gesynchroniseerd, wat je dan ziet is zo'n typerend patroon van een slaapritme, wat er op zich goed uitziet, de nacht is goed, maar het verschuift iedere keer een klein stukje. En dan is de biologische klok, die loopt in zijn eigen ritme. Die wordt dus niet meer gesynchroniseerd. Dat is iets wat we nog wel eens bij pubers tegenkomen. Want als we goed met onze biologische klok in de pas lopen, dan doen onze darmen in principe niks tijdens de nacht. Die liggen dan stil. Begint tegen 9:00 begint ons slaaphormoon zijn werk te doen. En onze lichaamstemperatuur die is op zijn laagst tegen 16:30, 17:00. Want 2:00 later worden we weer wakker. Dat merk je dus ook, soms word je ook koud in de nacht. Onze lichaamstemperatuur gaat ook dalen in de avond. Wie van jullie merkt wel eens in de avond zo tegen 9:00, 10:00 dat je wat rillerig wordt? Dat je de kachel... Ik zie een hele hoop handen. Geweldig. Jullie slaapsysteem doet het goed. Dan kun je ongeveer 2:00 later slapen. Ga je op dat moment douchen, dan kun je er 1.5 uur bij optellen. Dus slapen voor bedtijd, douchen voordat je naar bed gaat, zou ik niet doen. Er is een hele kleine groep mensen die pijnklachten heeft aan spieren, waar de ontspanning die ontstaat door de warme douche wel werkt. Maar bij het merendeel, met name bij de pubers, het douchen voor bedtijd verhoogt de lichaamstemperatuur. Dus stelt ons slaaphormoon 2:00 uit. Heeft hier weer mee te maken met die biologische klok. Wanneer ons lichaam het beste paraat is, is eind van de middag. Tijd om te sporten is merendeel voor mensen eind van de middag. En in de ochtend, vlak na het opstaan en het ontbijt, is de kans het grootst dat onze darmen
gaan werken en dat ons hele spijsverteringssysteem op gang komt. Als je kijkt naar die biologische klok, is het ook bekend dat dit is dat hartaanvallen op het moment dat de bloeddruk op zijn hoogst is. Hartaanvallen, beroertes komen bijna altijd in de vroege ochtend. Maar wat dus heel belangrijk is voor iets, ons te weten, is dus ons lichaam heeft een hele hoop hele mooie systemen, waarbij je dus eigenlijk niet zozeer hoeft bij te sturen, maar met name moet oppassen dat je ze niet gaat verstoren door de dingen die je doet, waarbij licht het belangrijkste is en temperatuur. Dit is een filmpje over even avond- en ochtendmensen, wat de verschillen zijn. Waarom hebben sommige mensen een ochtendhumeur? Je hebt ochtendmensen en avondmensen. En wat jij bent, hangt af van je biologische klok. Ochtendmensen hebben een ritme dat meestal korter is dan 24 uur. Ze staan redelijk vroeg op, zijn vaak meteen actief, maar gaan ook vroeger naar bed. Het ritme van avondmensen is vaak langer dan 24 uur. Ze starten de dag liever wat later en komen in de loop van de dag pas echt in actie als de hormoonhuishouding een beetje op peil is. En ook hier zit trouwens een evolutionaire reden achter. Het was vroeger voor de groep handig als op elk moment van de dag iemand wakker was en bij onraad meteen in actie kon komen. En dat ochtendhumeur? Dat kom je vaker tegen bij avondmensen. Je kunt er namelijk behoorlijk knorrig van worden als je nog maar net wakker bent en al van alles moet doen. Goed. Nou, we hebben dus individuele verschillen. We hebben ochtendmensen, we hebben avondmensen. En als je het hebt over de ochtendmensen, dat is de groep die vaak vroeg in de avond slaperig wordt en ook vroeg opstaat. Ik vraag in de spreekkamer altijd van, goh, wat denkt u? Bent u een ochtend- of een avondmens? Dus ben ik altijd heel benieuwd wat mensen zeggen. Ja, ik ben een ochtendmens. Ik sta altijd graag om 8 uur op. En dan zeg ik, nou, zouden we over van mening kunnen verschillen? Als we eens kijken van dat de gemiddelde peuter en kleuter een ochtendmens is, hoe laat staat die op? Nou, die zijn er om 5:30, 6:00. Nou, dan zijn we er al, dan wordt het beeld al wat bijgesteld. Hoeveel zijn er hier echte ochtendmensen in de zaal? Ik zie met name de dames, maar ja, is ook niet helemaal. Nee, ik zie ook een paar heren. Ja. En zijn er hier extreme avondmensen? Dat zijn er meer. Ja, leuk. Nou, eigenlijk geldt ook daar, ochtendmensen en avondmensen heeft ook heel veel met lichtblootstelling te maken. Avondmensen is de groep die laat naar bed gaat en ook vaak wat later opstaat. En wat je ook ziet, is onze biologische klok heeft een klein beetje ruimte om daaraan aan te passen. Wat je meestal ziet is in een relatie dat degene die het liefst om 10 uur naar bed gaat, die maakt er 11 uur van. En degene die liever om 12 uur naar bed gaat, kan er ook 11 uur van maken. En dat gaat goed tot een jaar of 50. En dan begint onze biologische klok, ons slaap-waakritme, veel sterker te dicteren. Nou, nogmaals, belangrijk, licht. Licht is om actief te zijn, donker is om te slapen. Je slaapkamer moet donker zijn, hoort geen licht in thuis. Hoort ook geen projectorklok in thuis. Geen wekker die licht geeft. Geen telefoon die licht geeft. Het blijft me altijd verbazen. Dan van, kijk, heeft u een wekker? Nee, die heb ik niet. Ik heb alleen een hele grote projectorklok. Die projecteert de tijd op de muur. En dan heb ik ook nog het lichtje van de tv. Heb ik het ledlampje van mijn rookmelder in de slaapkamer. Dat zijn allemaal hele kleine stoorzenders voor de slaap. En ook het belang van daglicht. Je ziet heel vaak mensen die de hele dag een zonnebril op hebben. En ons lichaam wordt heel mooi aangestuurd door de overgang, door de verschillende kleuren van licht tijdens de dag. Wat je hier ziet is een foto, dat is een timelapse. Dat is eigenlijk dus een foto die is gemaakt iedere paar uur op dezelfde tijd. En wat je heel mooi ziet, op het moment dat we wakker worden, is het licht heel blauw aan de linkerkant. Dan zie je dat het licht, naarmate de dag vordert, meer naar oranje en amber gaat en dan in de nacht grijs is en dan weer opnieuw zou beginnen met blauw. Nou, dan komen we ook meteen op de telefoon terecht. Hoeveel van jullie hoort van cliënten, kinderen, dat ze een efflux op de telefoon hebben? Een schermfilter, een oranje lichtfilter. Nou, niet zo heel veel, valt me mee, daar word ik blij van. Als we nou kijken naar deze foto, dan zie je inderdaad dat tegen de schemering wordt het licht wat meer oranje en amber. Wat doen onze ogen? Als het schemering wordt, wordt de pupil groter. Dus die filters, die hebben helemaal geen zin. Die zorgen alleen maar voor nog meer licht. Dus eigenlijk 1,5 uur voor bedtijd. Simpelste telefoon, tablet, computer weg. Of als je echt niet kan beheersen op de allerlaagste lichtintensiteit,
maar alsjeblieft geen filters. Belang van licht nog eventjes. Dag, nacht, dag, nacht. Het lijkt wel tovenarij. Een machine die de dag in een nacht verandert. Waanzin. Wiskas voedt hun nieuwsgierigheid. Deze vond ik gewoon heel erg leuk. Eigenlijk hebben we dus als mensen het onszelf aangedaan. De natuur heeft het prachtig gereguleerd. Het is donker als we moeten slapen, licht als we actief moeten zijn. Maar met licht kunnen we onze biologische klok, dus voor de gekko, kunnen we onze dag kunstmatig verlengen. Dus gedrag en slaap speelt een hele grote rol. De schermen. Nou, vorige week was het dag van de slaap. Je ziet hier een aantal knipseltjes van verschillende kranten. Door het telefoongebruik kon je dus zien van hoeveel kinderen slecht sliepen. De groep die telefoon gebruikte of beeldschermen, die sliep 30 minuten tot anderhalf uur korter dan de groep die dat niet doet. Nou, en ze slapen al wat later van nature. Dus dat betekent dat ze nog later in slaap vallen. Dat betekent dat ze de volgende ochtend nog meer moeite hebben om op tijd uit bed te komen. We hebben net gezien dat een onderdeel van positieve gezondheid is meedoen. Dus dat is ook de groep waar de kans op uitval van school groot is. En de groep ook die slechtere cijfers haalt. Doordat ze te weinig slaap hebben, waardoor het geleerde niet in hun hersens kan beklijven. Nou, de tablets zijn ook allemaal berucht, de appjes. Als je tegen een gemiddelde puber zegt van zet de telefoon eens uit, dan is het dat kan niet, dat is mijn hele leven. En dan heb ik morgenochtend als ik wakker word wel 400 gesprekken gemist. Dus ik neem aan dat jullie dat ook wel in de spreekkamer horen, dat soort dingen. Dus dan ga je toch weer onderhandelen. Maar blijf inderdaad als ouders adviseren grenzen te stellen tegen telefoongebruik als er slaapklachten een rol spelen. Ook hier geldt toch ook weer even dezelfde foto van de cafeïnehoudende drankjes. Alle blikjes Red Bull, cola, ijsthee, chocolade. Activeert ons brein en dat houdt ons ook wakker. En in combinatie met licht en cafeïne versterkt het elkaar ook nog eens. Nou, hoeveel slaapproblemen komen er nou eigenlijk voor in Nederland? We hebben een paar jaar terug is er een vragenlijst afgenomen van 18 tot 70-jarigen. En wat we dan zien is dat 1/3 heeft een algemene slaapstoornis. Daar kunnen we nou niet een diagnose op vastprikken. Maar die hebben wel dusdanig veel slaapklachten dat we dat gaan zien. Nou, een kleine 8% heeft problemen met in- en doorslapen. 5% heeft circadiane ritmiekstoornissen, dus de biologische klok. 6% heeft onrust in de nacht. Dan heb je het over nachtmerries, slaapwandelen. Wat eigenlijk heel erg opviel in dit onderzoek was dat vrouwelijke adolescenten de meeste slaapklachten rapporteerden. En ook problemen met functioneren overdag. Dus dat is behoorlijk zorgwekkend, want die groep die wordt ook belemmerd in hun studie en toekomstige werkkeuze. Nou, wat zien wij eigenlijk als psycholoog met name? Wij zien heel veel insomnie, dus de standaardklachten, problemen met in- en doorslapen. We zien ook bij ons in het slaapcentrum heel erg veel verstoringen van de biologische klok. En dan met name de extreem late slapers of de groep die we ook steeds meer gaan zien, waar dat slaapritme dusdanig ontregeld is dat de biologische klok volledig uit de pas loopt met het dag-nachtritme. En we zien af en toe wel eens het slaapwandelen, maar dat is in verhouding minder en dat is meer iets voor hele kleine kinderen. Ja, en dan eigenlijk is de behandeling rust, reinheid en regelmaat, afbouwen van de dag. Want dat zijn allemaal dingen die de onrust in de nacht uitlokken. Nog eventjes een schemaatje van hoe zit het nou de verdeling in de leeftijdsgroepen. Nou, wat je ziet is de ochtendmensen, groep 18 tot 24... Nou, die zijn vrijwel nooit ochtendmensen. Maar die zijn merendeel van de avondmensen zit in de jongvolwassenen. En als je in de hele grote groep kijkt die niet specifiek een ochtend- of een avondmens is, dan zie je dat in die gemiddelde groep niet zo heel veel uitmaakt. Maar dat je met name de avondmensen heel erg in de jongere leeftijdsgroep ziet en de ochtendmensen in de ouderen. De slaap is ook niet continu veranderd tijdens onze levensloop. Nou, slaap en het puberbrein heeft ook met elkaar te maken. Ik gaf net al aan allerlei hormonale veranderingen. En juist in de puberteit is het brein in ontwikkeling en is het heel moeilijk voor ze om beslissingen te nemen, om dingen te plannen. De meest gemiddelde puber heeft niet het overzicht wanneer ze hun huiswerk moeten maken. En
allerlei hormonale veranderingen. Dus dat is een behoorlijke uitdaging voor de gemiddelde puber. Zeker als je al weet dat ze ook allemaal nog avondmens worden. Dus dat ze al van nature de neiging hebben om wat langer door te gaan, wat langer te blijven slapen. En je ziet hier in een grafiek het verschuiving van de slaap. Dus je ziet echt dat gemiddelde, ja, de pubers zie je echt een behoorlijke verschuiving naar wat meer avondmens. En bij vrouwen meer richting ochtendmens naar de menopauze. Maar daar is niet voor dit, nu niet het onderwerp. Nou, wanneer heb je nu eigenlijk een slaapprobleem? Voor het hebben van een slaapprobleem kijken we niet alleen naar de klacht die je hebt over je slaap, maar we kijken ook naar het functioneren overdag. Het gaat om twee dingen. Je moet slecht slapen en je moet er overdag last van hebben. Nou, wat je meestal ziet is dat in de nacht mensen moeite hebben met in slaap vallen. Dat ze vaak wakker worden in de nacht en niet meer opnieuw in slaap kunnen vallen. En dat ze er ook last van krijgen met moeite met het opstaan. En dat ze overdag vaak moe zijn. Of wat je ook nog wel eens bij kleine kinderen ziet, dat ze heel erg actief wordt. Als je kleine kinderen, ze hebben jullie waarschijnlijk allemaal wel eens gezien, of bij jezelf of in de spreekkamer. Als ze heel moe zijn, gaan ze als een gek rondjes rennen om zichzelf wakker te houden. Je mag ook nooit de diagnose ADHD stellen als er sprake is van een slaapprobleem. Eerst het slaapprobleem behandelen, dan kijken wat er overblijft. Dus moe, concentratieproblemen, ook last van de stemming, je hebt wat minder zin om dingen te gaan doen. Je gaat fouten maken, je wordt snel geïrriteerd. En wat je ook met name bij de groep pubers ziet, ze gaan steeds langer uitslapen in het weekend, steeds later naar bed, steeds langer in bed liggen. En hebben op die manier eigenlijk iedere keer een mini-jetlag in het weekend, waardoor het op maandag weer opnieuw begint. Ik heb hier een plaatje van een verstoord slaapwaakritme. Wat je hier ziet is een rapportage van een actigrafie, dat bewegingshorloge. Het is van dezelfde patiënt, voor en na behandeling. Het was een jong meisje met autisme. En vanuit het autisme was er, zoals jullie wel zullen kennen, een overprikkeling. Wat je hier ziet is aan de linkerkant het blauw is de slaap en aan de rechterkant blauw. Deze viel dus heel laat in slaap. Even kijken, na 6 uur 's morgens, 6 uur, 7 uur, viel ze pas in slaap en werd dan heel laat wakker in de ochtend. De tweede zie je dat ze gemiddeld zo ergens rond 12 uur, 1 uur in slaap valt. En wat de enige interventie is geweest, is aan haar gevraagd of ze overdag naar buiten wilde gaan. Het was hoogzomer en ze begreep de uitleg en het belang van licht en ze is naar het strand gegaan. Lichamelijk actief geworden, is met de personal coach gaan werken aan een andere manier van afbouwen van de dag, is gaan focussen op een andere manier van tot rust komen vanuit die prikkelgevoeligheid. En binnen 6 weken was dit het nieuwe slaapritme. Ze geeft weer aan, belangrijk licht is het afbouwen van je dag, tot rust komen voor je kunt slapen. Ik heb deze mevrouw ook maar 2 keer gezien. Wat wel heel belangrijk is, weet wat je doet bij de behandeling. Ik gaf nu aan, bij deze mevrouw kon ik dus aan de hand van de anamnese zeggen van ja, je slaapritme is wel laat, maar het is heel gedragsmatig. Dit is geen biologische klokverstoring. Is er wel een onderliggende biologische klokverstoring en weet je niet goed wat je doet en er is licht op de verkeerde tijdstippen, dan kan het ritme gaan schuiven. Dit is ook een actigrafie. En dan zie je hier dat iemand bijna 1,5 tot 2 uur per dag zijn slaapritme verschuift. Dat zijn die roze stukjes. Hetzelfde verhaal geldt met melatonine. Het is een natuurlijk middel. Wordt voor heel veel mensen die denken, ach, het is natuurlijk, het maakt niet uit hoeveel ik geef. Het is natuurlijk, het is onschuldig. Een andere collega van me die zegt, ja, keukenzout is ook natuurlijk, maar daar ga je ook geen kilo van geven. En wees ook echt alert, laat gebruik van melatonine over aan de specialisten. Doseringen van 1 tot 5 milligram bij kinderen, daar krijg je alleen maar slow metabolizers van en 9 van de 10 keer werkt het niet. Er zijn specifieke slaapstoornissen waarbij het helpt, maar als het werkt, werkt het meteen. Werkt het niet, dan gaat het niet later nog eens werken. Het bouwt ook geen resistentie voor op als iemand er iedere keer mee in slaap valt. Dan kan het helpen, het kan ook een placebo effect zijn, maar het allerbelangrijkste is dat melatonine met name gebruikt wordt als een chronotherapeuticum. Dan is het chrono is de klok. Dus eigenlijk gebruik je melatonine voornamelijk om de biologische klok te resetten. Weet je niet wat je doet, is de kans dus heel groot dat je een volledig ontregeld slaapwaakritme hebt. Heb je twijfel over het gebruik van melatonine, verwijs dan via de huisarts naar een slaapcentrum. Er is een heel leuk computerprogramma, weliswaar, wat op een leuke app, die is voor scholen aan te schaffen. Charge Your Brains, dat is echt voor de schoolgaande kinderen geschreven. Dat heeft allemaal spelletjes waarbij kinderen punten kunnen verdienen.
Ze worden heel erg direct beloond vanuit het computerprogramma als ze slimme dingen doen voor de slaap. Dus dat is een heel leuke om te bewaren. Dus die is echt voor de kinderen op een hele laagdrempelige manier. Ik ga nu jullie meenemen over een wat meer droge stof. Echt gericht op de behandelrichtlijnen die er is voor insomnie. Er zijn het afgelopen jaar zijn er 2 grote artikelen verschenen. Evidence-based en wat werkt voor de behandeling van de problemen met in- en doorslapen. Nou, in de slaapwereld gebruiken we de ICSD-3, International Classifications of Sleep Disorders. In de psychologie en de psychiatrie gebruiken we in het algemeen de DSM-5. Nou, wat heel fijn is, is dat eigenlijk met ingang van de DSM-5 en de versie 3 van de slaapclassificatie, dat de diagnoses vrijwel gelijk zijn. In het Nederlands is het insomnia-stoornis. In Engels insomnia, overmatige slaperigheid, hypersomnolentie, circadiane ritmes. Dus alle diagnoses die we nu in de slaap stellen, die kun je ook terugvinden in de DSM-5. Dus je kunt ook klassificeren. Hier eventjes een stukje uit de DSM, hele kleine lettertjes. Je hebt er last van, inslapen, doorslapen. Ik zal hem hier nog even wat groter laten zien. Je hebt inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden. Je hebt er last van overdag. En er is ook een eis die wordt gesteld aan hoe vaak het voorkomt. Het moet minimaal 3 maanden voorkomen, 3 keer per week. Alle subtypen van insomnie. Vroeger hadden we nog limit setting. En er werd aangegeven bij kinderen van de ouders, begrenzen de kinderen niet. Tegenwoordig zeggen we, het is gewoon alleen allemaal insomnie. Maakt niet uit wat voor variant het is. Wat wel is, is dat de richtlijnen met name is opgezet vanaf 18 jaar en ouder. En dat heeft er niet mee te maken dat het niet werkt bij kinderen. Het is niet onderzocht. Er zijn heel veel studies gedaan bij kinderen met e-health, met cognitieve gedragstherapie, die allemaal dezelfde richting uitwijzen als alle onderzoeken bij volwassenen. Maar er is geen richtlijn voor kinderen onder de 18. Insomnie wordt ook gezien als een op zichzelf staande aandoening. We hebben recent de Europese en de Amerikaanse richtlijn. Jullie krijgen ook allemaal de handouts toegestuurd. Dus mocht je nog dingen willen nalezen, dan kan dat. En daar wordt heel duidelijk in aangegeven. Ze hebben aan de hand van allerlei studies hebben ze uitgeplozen, gekeken welke evidence is er te vinden voor wat werkzaam is. Het kan altijd zo zijn dat de dingen wel werkzaam zijn. Bijvoorbeeld acupunctuur hoor je goede verhalen van. Er zijn slaapoefentherapeuten. Net zo goed als dat we net diëtisten hoorden. Of voedingsdeskundigen. Maar als er geen onderzoek wordt gedaan, dan kun je het nooit terugvinden in een richtlijn. Dus heel belangrijk voor de groepen die werk doen met slaap, waarvan ze zeggen van, nou, het is heel belangrijk wat we doen. Zorg is dat je het gaat documenteren, gaat publiceren. Want dan kun je het delen met je vakgenoten. Er zijn ook nog 2 recente richtlijnen voor medicatie. Van wat zijn de do's en don'ts qua pillen. Zowel ook weer in Amerika. Waar weer andere middelen te verkrijgen zijn. Nou, nog heel eventjes hoe vaak het voorkomt in Nederland. 1/3 heeft slaap, 8% heeft insomnie. Nu vrouwelijke pubers zijn een risicogroep. Als je kijkt in de richtlijn, wat wordt er dan gedaan? Dus focus heel erg op de medische hoek. Eigenlijk uitvragen, je anamnese, wat is je klacht? Je kunt naar de medische geschiedenis kijken, naar de medicatie kijken. Hoeveel koffie gebruik je? Wat gebruik je aan alcohol, nicotine, cafeïne? Als we in de slaap kijken, zeggen we eigenlijk, je mag niet meer dan 3 kopjes koffie per dag drinken. Of thee, of cola. Anders kan dat al effect hebben op de slaap. Roken, idem dito. Alcohol is ook iets wat we heel erg alert op zijn. Alcohol verstoort de tweede helft van de nacht. Dus wees echt alert op wat mensen gebruiken. Wat gebruiken ze aan drugs, blowen ze, cannabis, wietolie. Wat gebruiken mensen ook over de van de drogist. Voor de arts geldt, je mag lichamelijk onderzoek doen en aanvullend onderzoek is ook mogelijk. En dan ga je met name kijken naar, wordt er bloedonderzoek gedaan, ijzerwaarde, beeldvorming, melatoninebepalingen, core body temperature. Dat zijn allemaal opties die we hebben om te doen. En wat ook heel belangrijk is, is wat is de psychiatrische voorgeschiedenis. Dan ga je ook verder kijken van naar het slaappatroon, naar de werktijden. En wat je dan kan doen is, in een slaapcentrum gebruiken we altijd de actigrafie in combinatie met een slaapdagboekje. Maar wat iedereen kan doen en overal op internet te vinden is een slaapdagboek. Wil je weten wat iemand doet qua slaap, laat een slaapdagboekje invullen, het liefst 2 weken lang. En neem ook slaapvragenlijsten af. Er zijn een hele hoop die zijn vrij verkrijgbaar. Nou, binnen de slaapcentra doen we altijd die actigrafie. Maar dat mag dus ook een slaapdagboekje zijn.
En we doen een polysomnografie, de plakkers op het hoofd, om de slaap in kaart te brengen. En dat wordt met name gedaan als je denkt dat er wat meer aan de hand is. Voor insomnie hoeft eigenlijk geen onderzoek, maar je doet het toch altijd om zeker te weten dat je niet iets mist. En ook bij mensen met risicoberoepen. Nou, voor pubers zal dat niet zo gek vaak gelden. We doen het vaak bij pubers omdat de klacht eerder overmatige slaperigheid is. En waar dan ook meestal toch een insomnie uitkomt. Dus we kunnen heel veel uit de kast halen wat je in de gemiddelde praktijk niet kan doen. Wat belangrijk is, is dat ook slaapklacht kan zijn als bijwerking van medicatie. Als je naar de pubergroep kijkt, zul je wat minder snel de maagzuurremmers zien. Hoewel, op het moment dat je met verstandelijk beperkte werkt, mensen in de VG-sector, vrijwel iedereen die heeft omeprazol. Nou, dan weet je ook weer dat omeprazol de vitamine D-opname remt. Voor kinderen ook essentieel om te groeien. Dus kijk ook altijd goed wat gebruiken mensen. Gebruiken ze standaard medicatie bij volwassenen? Gebruiken ze cholesterolmedicatie? En wat heel belangrijk is in de groep, wat wordt er gebruikt in antidepressiva? Ik noemde net al dat er in het hoofd serotonine wordt gemaakt. Alle medicatie, alles wat op de depressie werkt, werkt ook op de een of andere manier in op de slaap. En in het algemeen slaapverstorend. Het geeft bijna altijd bewegingsonrust in de nacht. Met name de wat oudere middelen, de Seroxat, de Prozac, de Effexor. Bijna altijd wordt er een diagnose, is er een verdenking van RLS. En dan blijkt die bewegingsonrust uit de antidepressiva te komen. Dus vraag altijd goed na, wat gebruikt iemand? Waarvoor is het voorgeschreven? Is het nodig? En wat we heel veel zien, ook terugkomt in de richtlijn, bij heel veel psychiatrische aandoeningen is een kenmerk verstoorde slaap. Nou, we noemden net al, insomnie is een diagnose op zich. Maar als je eens kijkt van welke grote groepen psychiatrische diagnoses slaap als kenmerk wordt genoemd, de depressie, de bipolaire stoornis, de angststoornissen, posttraumatische stressstoornis, schizofrenia, schizofrenie, alcoholisme, allemaal psychiatrische diagnoses waar slaap, verstoorde slaap, een kenmerk van is. Ga je ook weer kijken van wat kan er nog een rol spelen aan comorbiditeit? Ga je dus de andere kant op kijken? Iemand heeft een slaapstoornis, wat kan er allemaal nog spelen? Nou, psychiatrisch kunnen er dus dingen spelen. Twee richting verkeer, weer die depressie, al die stoornissen. Kunnen ook medisch heel veel dingen spelen. Nou, eigenlijk is dat iets wat je niet zo heel snel bij kinderen zal zien, behalve de COPD, de astma, de ademhalingsproblemen en de diabetes. Dat zijn meestal de dingen die je wel bij kinderen ziet. Je kunt ook nog reumatische aandoeningen zien, maar hartklachten, slaapapneu. Dat is, de oncologische aandoening is dan niet de standaardgroep. Dus dat geldt meer voor de 50-plusser. Wel bij kinderen kun je neurologische aandoeningen zien. Multiple sclerose, maar hersenaandoeningen. Dat geldt allemaal wat meer voor die volwassenengroep. Maar wees er wel alert op dat het een rol kan spelen. Wees wel alert bij kinderen of jongvolwassenen, de pubergroep. Middelenmisbruik. Hoeveel koffie drink je? Hoeveel blikjes Red Bull gaan er door op een dag? Hoeveel roken ze? Hoeveel blowen ze? En drinkt iemand 2 liter koffie op een dag of 2 liter cola light? We zien ze nog wekelijks langskomen. Dat is niet handig als je slecht slaapt. Hier zie je een plaatje wat aangeeft, dat noemen we de netwerkanalyse. Allerlei statistische studies gedaan om verschillende symptomen in kaart te brengen. En wat je dan ziet zijn die roze, waar allemaal pijltjes heen gaan. Dat zijn allemaal symptomen, allemaal psychiatrische aandoeningen waar slaap in zit. Dus ook daar zie je weer dat slaap heel belangrijk is voor onze geestelijke gezondheid. Dat zie je hier nog iets duidelijker. Dat noemen ze hier brugsymptomen. De groene, dat zijn, ik loop er eventjes hier naartoe, kan ik het ook zien. Dat zijn de brugsymptomen met slaapklachten. En daarboven heb je dan de roze, zijn depressie en angst en andere zijn weer andere psychiatrische aandoeningen. En dan zie je dus dat slaap bij allemaal intermedieert. Wij behandelen in het slaapcentrum ook niet de onderliggende psychiatrische aandoening. Wij behandelen alleen maar slaap. Slapen mensen goed, dan klaart de depressie op. Slapen ze goed, wordt de angstklacht minder. En zelfs als mensen goed slapen, verdwijnen bij sommigen zelfs de symptomen van de persoonlijkheidsstoornis. Voldoen ze niet meer aan die criteria van die psychiatrische aandoening. Ook hier geldt weer van, hoe kijk je ernaar? Is het een symptoom? Is het een op zichzelf staande klacht? Hier weer een heel artikel over insomnie als voorspeller van mentale klachten. Dus juist niet als symptoom, maar slaap je slecht, word je gevoeliger voor ontregeling.
Recent is in de publiciteit gekomen bij het Nederlands Slaapregister dat er 5 subtypes zijn voor insomnie. Nou, als je dus kijkt wat ze dan hebben gevonden, zien ze met name, dus er is een groep die gevoeliger is voor stemmingsklachten, een groep die gevoeliger is voor pre-sleep arousal, dus die heel alert is, die overmatig piekert. En daar zijn we dus ook, je merkt, er gebeurt van alles in de wereld rondom de slaap. Wat wij heel veel zien in de spreekkamer en wat ook lijkt te passen onder die pre-sleep arousal is de groep autisme, stoornis in het autistisch spectrum. Als je kijkt naar de literatuur, als je zoekt op autisme en slaap, kom je ontzettend veel artikelen tegen, met name bij kinderen. Er zijn heel veel slaapstoornissen. En als we kijken in de klinische praktijk, is op dit moment bij ons, nou, ik denk wel 50%, als het niet meer is, wat al is gediagnosticeerd met een stoornis in het autistisch spectrum of verdacht van. Wat met name opvalt, is dat we daar de extreme wat meer zien. We zien daar wat meer de extreem kortslaper of de extreem langslaper, of het extreme ochtendmens of de extreme avondmens. En dus op zich allemaal goed te behandelen als je maar goed gaat kijken wat speelt er. En lukt het je om ze te helpen met rituelen om de dag af te bouwen. ADD en ADHD is ook een groep, ook juist weer bij de pubers en de kinderen die we heel veel zien. Wat daarbij veel voorkomt is ook een verstoring van de biologische klok. Denk daarbij aan de extreem late slapers. Er is ook een groep met ADD, ADHD, waarbij je ook in die onderen ziet dat ze te laat de medicatie nemen. We zeggen altijd niet later dan 4 uur. En die onrust heeft ook weer effect op de slaap. En wat ze ook vaak zien is vanuit de onrust gaan ze prikkels vermijden door het dragen van een zonnebril. Wat ook weer het ritme verstoort. Maar deze twee groepen zien we heel veel. In maart, met de dag van de slaap, kwamen er opeens allerlei artikelen waar je dan weer weet dat patiënten erop terugkomen. We hebben het gen gevonden. Ik kan er niks aan doen. Ik slaap slecht. Helaas is er al vanaf 1991 een theoretisch model in gebruik, het 3P-model. En dat zegt, er zijn predisponerende factoren. Met andere woorden, je hebt een aanleg. Ieder mens heeft een aanleg en dat kan zijn door de dingen vanuit de opvoeding die je mee hebt gekregen. Het kan zijn, we weten dat vrouwen er wat gevoeliger voor zijn. Het kan je genetische aanleg zijn. Dus je hebt een aanleg, dan gebeurt er wat, kunnen leuke dingen zijn, geboorte van een kind, je hebt een huilbaby, kan een verhuizing zijn, sterfgeval in de familie, echtscheiding, dan is het het blauwe balkje, er gebeurt iets, gaan we even slecht slapen. Nou, dan zie je dat naarmate de tijd vordert, wordt het blauwe balkje wat minder groot, komt er een zwart stukje bij, en dat zwarte stukje is eigenlijk de dingen die we doen. Omdat we moe zijn, gaan we wat later opstaan, gaan we maar wat vroeger naar bed, of nemen we maar dat slaapmutsje. En wat je dan ziet aan de loop van de tijd is dat het niet meer is de aanleg die de rol speelt, maar de dingen die we doen. Nou, die dingen die we doen, kunnen we veranderen. Dus het piekeren, te lang in bed liggen, de dutjes overdag. En waar je dan gaat kijken van wat zijn er aan de behandelopties. We hebben de cognitieve gedragstherapie, in het Nederlands noemen we het CGTI. Je zult ook vaak de Engelse term tegenkomen, CBTI. Andere optie is farmacotherapie. En we hebben ook nog lichttherapie als optie en oefentherapie kun je aan de PMT, en er zijn ook nog verschillende dingen worden genoemd, complementaire en alternatieve therapie. Nou, in die studie is dus gekeken naar al die therapieopties die we hebben, wat werkt. Ik krijg een heel verhaal, nou, wat we dus weten wat CGT inhoudt, is in eerste instantie uitleg, wat is slaap? Ik zie een hoop mensen gapen, dus ik doe mijn best om jullie bij de les te houden. Maar heel erg belangrijk is dus psycho-educatie. Wat is normaal? Het geroezemoes wat er hier net kwam, dat het normaal is om tijdens de nacht wakker te worden. Nou, dat is voor sommige patiënten is dat al einde van de behandeling. Oh, is het normaal? Nou, dat weten ze niet en dan is het klaar. Relaxatietherapie. Bewezen is dat de methode Jacobson, een bepaalde manier van ontspanningsoefening of progressieve relaxatie, werkt. Is ook onderdeel van CGTI. En met name wat we qua gedrag doen is stimuluscontrole en slaaprestrictie. Leg ik straks nog even uit wat dat specifiek inhoudt. En cognitieve therapie, ingaan op het denken. En er zijn nog andere dingen, hypnotherapie, mindfulness, EMDR. Dat wordt tegenwoordig ook allemaal in dat rijtje meegenomen. De eerste effectieve behandeloptie bij volwassenen, en zoals we weten ook eigenlijk bij kinderen, is gedragstherapie. Dus geen medicatie, maar ga maar aan de gang met de bedtijden, de stimuluscontrole. Ga je kijken naar wat de pillen doen, de farmacotherapie, zien we dat er een heel groot placebo-effect is, vaak meer dan 60%. En als je dan gaat meten, dat hebben ze dan in kaart gebracht door te meten. Dus eigenlijk pillen doen niet zoveel. Valt ook in de categorie niet handig.
Nou, wat slecht leesbaar, denk ik, voor jullie. Wat wordt er allemaal gebruikt aan medicatie in Europa? Ik denk dat jullie allemaal wel de benzodiazepines kennen. Alles wat op PAM eindigt. Gebruik is wel afgenomen bij volwassenen, sinds mensen het zelf moeten betalen. We hebben ook wat nieuwere pillen. De Z-drugs, Zolpidem, Zolpiclon. En er wordt ook heel veel antipsychotica voorgeschreven. De quetiapine om te slapen. Ook antihistamine, de promethazine als mensen slecht slapen. En er wordt ook heel veel gedaan aan kruidenmiddelen, fytotherapie, valeriaan. En vergeet niet, de melatonine die tot groot verdriet van alle slaapdeskundigen in hoge doseringen bij de drogist te koop is. Wat eigenlijk in de richtlijn staat is van alle benzo's, alles wat op PAM eindigt, alle oxazepam, diazepam, temazepam, is geschikt voor kortdurend gebruik. Kortdurend is 2 weken. Voor lang gebruik is het niet effectief gebleken, want dat is dus waar zo'n richtlijn naar kijkt. Wat zien we in de onderzoeken? Wat werkt niet? Hetzelfde verhaal geldt voor de sederende antidepressiva. Volgens de richtlijn mogen ze ook worden ingezet voor kortdurende behandeling. Dan heb je het ook weer over 2 tot 4 weken. Antihistaminica, dus de promethazine, de antipsychotica, de quetiapine, wordt volgens de richtlijn niet aanbevolen. Melatonine wordt ook niet aanbevolen, is niet effectief bewezen voor slaap, voor insomnie. Kruidenmiddelen, fytotherapie, valt ook in dezelfde hoek als niet aanbevolen. Ja, eigenlijk is er, als je puur kijkt naar de behandeling van insomnie met medicatie, is er niks gevonden. En wat er wel gebeurt, is dat als mensen worden behandeld, is dat er een medicatieafhankelijkheid ontstaan. En op het moment dat ze stoppen, komen de klachten weer terug, is er een rebound. Behandelaren die adviseren, nou gebruik het maar om de dag. 1 pilletje om de dag, of 2 dagen niet, 1 dag wel. Of gebruik maar 2 dagen een zolpidemmetje. Doe dan de andere dag, wissel het af met een oxazepammetje. Ook onvoldoende studies, onvoldoende bewijs, dus doe maar niet. Nou, dan denken ze dat misschien lichttherapie en oefentherapie kan misschien zinvol zijn om in te zetten voor adjuvante behandeling. Lichttherapie bij insomnie is niet zo heel erg handig, maar soms is insomnie en ritmiekstoornissen niet heel duidelijk te scheiden, met name de vroege. Maar dat lijkt, zou mogelijkerwijs in de volgende richtlijn nog wat aandacht aan besteed kunnen worden. Dan hebben ze ook nog gekeken naar alle complementaire en alternatieve behandelingen. Acupunctuur, moxibustie, dat zijn volgens mij van een soort warmte dingen die nog wel eens gebruikt worden. Acupressuur, aromatherapie, voetreflexologie, homeopathie, muziektherapie, meditatie, bewegingstherapie en yoga. Valt allemaal in de hoek niet aangeraden. Dat betekent niet dat ze niet kunnen werken, maar er is geen evidence-based study dat het werkt. Dus ben je ervan overtuigd dat wat je als PMT'er, als yogadocent of wat voor therapeut dan ook, dat wat jij doet werkt, ga een clinical trial opzetten, ga casuïstiek beschrijven. En je weet maar nooit wat er in de volgende richtlijn weer wordt meegenomen. Maar op dit moment wordt het niet aangeraden als behandeloptie. Nou, je ziet hier een plaatje en eigenlijk is dat dus van een algoritme, van een soort beslisboom. Wat moet je doen? En wordt het rood omcirkeld, wordt er iets ingenomen wat de slaap beïnvloedt? Kunnen pillen zijn, kunnen medicijnen zijn of koffie? Is er nog iets aan de hand psychiatrisch? Dan moet je dus eigenlijk allebei behandelen. En de insomnie en de psychiatrische aandoening. Dus dat geeft ook weer aan hoe belangrijk die behandeling van insomnie op zich is. Er is heel weinig verschil als je kijkt naar de adviezen tussen voor medicatie voor de Europese en de Amerikaanse richtlijn. Wel zijn er wat middelen die wij niet kennen in Europa. En daar is Ramelteon, Rozerem, er zijn ook weer melatonine agonisten. Of is er nou een antagonist? Agonist. Die worden in lichte mate aangeraden. Er zijn ontwikkelingen, maar ook daar geldt van, het is nog niet voldoende onderbouwd dat het werkt. Waar we ook naar kijken is van cognitieve gedragstherapie is eigenlijk het totale plaatje. Psycho-educatie, slaaphygiënische adviezen, toepassen van stimuluscontrole. Kan misschien ook allemaal afzonderlijk effectief zijn. Misschien kan hypnotherapie actief zijn. Mindfulness, acceptance en commitment therapie wordt ook wel de 3e generatie gedragstherapie genoemd. En intensieve sleep retraining wordt ook genoemd als optie. Hou je mensen een aantal uren wakker, hou je ze 2 dagen wakker, laat je ze slapen. Bij depressie zie je dan opklaren van de stemming als mensen lang wakker gehouden zijn. En de volgende dag is het weer verdwenen. Maar er wordt dus naar gekeken van wat zou dat nog voor de toekomst kunnen bieden. Maar voor nu
is nog steeds het advies het totale pakket van cognitieve gedragstherapie. Ik noemde net al dat ik nog zou uitleggen wat slaaprestrictie is. Met behulp van die slaapdagboekjes of die ActiWatch kun je zien hoeveel iemand kan slapen. Hoeveel van de tijd die jij in bed ligt, slaap je. Eigenlijk kun je er gewoon, als je een stukje gezonde verstand gebruikt, lig jij een uur wakker in bed, word je 2 keer per nacht wakker en lig je dan ook totaal nog een uur wakker. Dan zou de kans wel eens kunnen zijn dat je langer op bed ligt dan dat je kunt slapen. Dus dan ga je kijken van hoeveel uur kun je slapen. En dan wordt de slaapduur of de tijd die je op bed ligt wordt verkort. Is heel erg effectief, want je slaapdruk neemt toe. Je kunt daardoor makkelijker inslapen en beter doorslapen. En je hebt vaak wat meer fut ook overdag om leuke dingen te gaan doen. Stimuluscontrole. Ja, dat is eigenlijk de goede slaper. Die ruikt zijn kussen en die valt in slaap. En de slechte slaper die moet weer leren dat het bed is om te slapen. Het bed is niet om wakker te liggen. Het bed is niet om tv te kijken en met je iPad te liggen en met je telefoon te liggen. En daarnaast ook nog je bordje eten in bed te hebben met volle lichten aan. Ook niet om je sudoku te doen. Wat je wil is dat je bed weer de plek is om te slapen en te vrijen. En dat slaapprikkels alleen maar in verband worden gebracht met slapen, niet met wakker liggen. We horen altijd de gemiddelde slaper, ik val op de bank in slaap en dan heb ik zo'n moe, dan ga ik naar mijn bed en dan lukt het niet meer. Dus wat je wil is eigenlijk de positieve verbanden versterken tussen het bed en het slapen. Slaaptiming komt niet in orde aan de richtlijn. En dan kom je ook weer op het stukje van de chronotherapie terecht. Het is niet alleen de tijd die je op bed ligt, maar het is ook belangrijk wanneer sta je op. Wanneer is jouw biologische klok klaar om de dag te beginnen. En eigenlijk zou dat het moment van naar bed gaan moeten bepalen. Ik ben een ochtendmens, dat betekent dat ik 5:30 wakker ben. Dan ben ik gelukkig een kortslaper, want anders zou het wel een uitdaging worden. Maar gemiddeld, ik ga zo'n beetje 11:30 naar bed en sta 17:30, 17:45 zo'n beetje op. Daar kun je het goed mee doen, is mijn mening. Dus het timing van de slaap speelt ook een rol. En de timing en die slaaprestrictie kunnen elkaar dus behoorlijk versterken. Maar dan zit je wel weer op een stuk waarvan je zegt dat specialistenwerk is. Om het even nog allemaal samen te vatten. Ik heb jullie heel veel verteld over de richtlijn. Niet allemaal even boeiend. Maar het allerbelangrijkste is dat cognitieve gedragstherapie voor insomnie is de eerste keus van behandeling. Eigenlijk medicatie, nog even een opsomming, wordt niet aangeraden. Dus alle pillen, maakt niet uit wat, doe het maar niet. En als je het doet, heel kortdurend, pas ook op met melatonine. Is niet zo onschuldig als we denken. Misschien dat lichttherapie en oefentherapie voor de toekomst nog meer mogelijkheden gaat bieden. En eigenlijk worden alle aanvullende behandelingen in de alternatieve hoek het merendeel niet aangeraden. Maar wie weet, als er weer meer studies komen, wordt het wel. Ben je iemand die zelf ook patiënten ziet met slaapklachten? Dan zijn dit 2 hele goede boeken om aan te schaffen. Omgaan met slapeloosheid is geschreven voor patiënten als een zelfhulp boek in de serie A tot GGZ. Maar ook voor mensen die meer willen weten over slaap. Een heel goed boek legt met name de levensloop en de valkuilen aan. En behandeling van langdurige slapeloosheid is in de serie protocollen voor de GGZ. Heel goed boek, neemt je als behandelaar mee aan de hand. Wat zijn de do's en don'ts qua slaapgerichte behandeling? Maar het belangrijkste voor vanavond is dus cognitieve gedragstherapie, ook bij jongeren. Liefst geen pillen, pas op met melatonine en zorg voor een goede afwisseling tussen licht en donker. En onderschat niet hoe belangrijk het licht is en ook het donker tijdens de nacht. Bedankt voor jullie aandacht.